HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars en Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Patrick, gefeliciteerd. 6-2. Ja, dat is uitslag, hè? Nou, doe je het voor. Ja, dat had ik van tevoren niet verwacht. Dus goed, je staat met 1-0 voor en dan hoop je natuurlijk dat je goed tot in de rust eigenlijk die voorsprong kunt houden. En goed, dan komen we al op 2-0 voor. Goed, en dan moet je nog een helft. Ja, en dan zie je dat zij de aansluitingstreffer maken. En op dat moment dacht ik eerder dat het 2-2 zou worden dan dat wij 3-1 zouden maken. Maar goed, dan valt die 3-1, zeg maar. En toen ging zij ook alles of niet spelen. Ze gooiden nog een aanvaller bij in en haalden de linksback eruit, geloof ik. Ja, goed, en toen kwamen de ruimtes voor ons. En toen hebben ze naar de slagbank gebracht. Ja, want bij 2-0 was het eigenlijk het lampje al uit bij GVVV, hè? Op zich denk ik het wel. Zij moesten in principe ook winnen. Wouden ze nog een betekenis spelen om kampioenschap. Maar goed, na de rust maakte zij die 2-1. En ja, dan zie je toch dat wij wat achteruit lopen en dan krijgt het toch moeilijk. En ja, was er nog een half uur tot 35 minuten te spelen. Dus dan moesten we even alle zeilen bijzetten, zeg maar. Wat was vandaag de kracht van HHC? Ik denk het team gebeuren. Gewoon mentaal. Ondanks dat we dat tegendoel te krijgen bij de 2-1. Die 3-1 erin prikken en dan gewoon vol doorgaan. Je kunt met 3-1 ook denken van goed, laat ze maar komen, we zakken in. Maar ik denk dat we alles hebben gegeven vandaag. Is dat ook een reden waarom je erbij getekend hebt? Het team gebeuren. Het is een fantastische club en je speelt op het hoogste niveau. Het was voor mij nog even afweging van wat doe je met werk en thuis. Is het te combineren. Maar goed, nieuwe trainer, nieuwe uitdaging, nieuwe jongens erbij. Dus we gaan er weer vol voor. Heb je getekend vanwege de nieuwe trainer of vanwege de uitdaging? Beide denk ik. Ik denk, je kijkt eerst naar jezelf. Wat wil je? Nou goed, als je zelf graag door wil voetballen. En de situatie is zo dat het met werk en privé dat het te combineren valt. Goed, dan kijk je volgens naar de rest en dan zie je dat, dan weet je dat er een nieuwe trainer komt. En nieuwe jongens en nieuwe uitdaging. Dat is altijd goed. Volgende week uit Barendrecht, dat kan een periodetitel opleveren. Ja, dat zou mooi zijn. Ja, goed, we hebben hier thuis de laatste wedstrijd. En als we dan nog met een feestje af kunnen sluiten. Ja goed, het wordt sowieso feest, geloof ik. Dus, het is hier altijd feest. Ja, dat zal het niet aan liggen. Maar goed, dat zou het wel een extra mooi feestje maken, ja. HHC-TV wordt mede mogelijk gemaakt door Autocombi, Trucks, Vans en Cars. En Piet Kees video- en audioproducties. Professionele bedrijfsfilms tegen een aantrekkelijk tarief. Hey!